Mijn naam is Mark van Wijk, ik ben huisarts en ik ben bestuurslid van de stichting Regionaal Zorgvenster. In de regio Delft-Westland-Oostland en Nieuwe Waterweg Noord is een unieke samenwerking op ICT-gebied tot stand gekomen tussen zorgverleners in de eerste, tweede en derde lijn, met als eerste kindje de regioviewer. De deelnemende zorginstellingen en zorgverleners stellen data beschikbaar indien de patiënt hier toestemming voor heeft gegeven en indien ze een behandelrelatie hebben met deze patiënt. De regioviewer is alleen toegankelijk voor zorgverleners die in het bezit zijn van een elektronisch paspoort in de zin van de UZI-pas. De regioviewer zorgt ervoor dat de behandelaar kan beschikken over patiëntgegevens die hij niet zelf heeft aangevraagd. De regioviewer betekent voor mij dat ik minder tijd kwijt ben aan het opvragen van uitslagen. Dat ik sneller kan kijken wat bijvoorbeeld een nierfunctie in de tijd heeft gedaan. Dat ik kan zien wat er al aangevraagd is. En voor mijn patiënten betekent dat ook dat zij niet nog een keer geprikt hoeven te worden. En dat ik tijdens een consult al kan kijken wat het beste medicijn is en de beste behandeling. Ik heb een voorbeeld van de regioviewer ook in mijn praktijk. Ik krijg een nieuwe patiënt op mijn spreekuur waar ik bloed heb laten prikken in verband met hypertensie, hoge bloeddruk. En hier zag ik een slechte nierfunctie. Ik begreep van de patiënt dat hij bij de nefroloog was geweest. Die brief had ik niet in mijn dossier. Die heb ik gevonden via de regioviewer, maar ook de uitslagen van de nierfunctie in de afgelopen tijd. En daardoor zag ik dat de nierfunctie die ik terugkreeg eigenlijk een best redelijke nierfunctie was. Waardoor ik uiteindelijk een andere keus gemaakt heb in het beleid. Ook voor apothekers lost de regioviewer veel problemen op. Een aantal jaar geleden is een subset labwaarden gedefinieerd die essentieel zijn bij het beoordelen of een patiënt wel of niet bepaalde medicatie kan gebruiken. Huisartsen kunnen wel alle informatie die beschikbaar is in de regioviewer inzien, zoals labuitslagen, beelden, verslagen van beelden en specialistenbrieven. De toegevoegde waarde voor het inzien van röntgenbeelden voor mij is dat ik tot nu toe uitslagen krijg die alleen maar op papier staan. En als ik de foto's zie, geeft dat mij meer inzicht. Voor de patiënt is het interessant en ook inzichtelijk om te zien wat er nou gefotografeerd is en wat de afwijking is. En dat vergroot zijn betrokkenheid. Daarnaast, ik zie het beeld, maar ik kan er ook doorheen scrollen. Dus ik kan verschillende hoeken bekijken. En ook dat is weer heel illustratief voor de patiënt. Voor mij levert de regioviewer als huisarts op dat ik veiliger kan werken. Dat ik altijd toegang heb tot bepaalde informatie. En dat ik volledig ingelicht ben over wat er speelt. Voor de patiënt betekent dit dat ik niet opnieuw bloed moet aanvragen wat al geprikt is, niet lang geleden. En dat ik een betere samenwerking uiteindelijk heb met de specialist.